Mees! 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 Ja! Hey! De Elytra. Wat een fijne wereld. Jongens, we vliegen eindelijk met de Elytra. Oh my days. Damn, Rick. Wat de hel? Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie weer zijn, jongens. En meisjes trouwens. Vandaag zijn we hier in de kamer met heel veel mensen. Iedereen is hier een beetje met spullen aan het stelen en met vishengels aan het slaan en gooien. En we zijn ook met heel veel mensen in de server. Ik zou nog niet weten wat ze nu allemaal aan het doen zijn, maar succes, jongens. Vandaag is namelijk ook de dag dat we Kijk, we hebben ook Justin hier. Vandaag is ook de dag dat we eindelijk de Enderdrengen gaan verslaan. En dan kunnen we Elytra's krijgen en dan... Ja, dan wordt het leven al een stukje makkelijker. Hallo, Justin. Zo meteen ga ik mijn voice chat aanzetten, dan kan ik iedereen horen. Maar eerst ga ik heel even op de muur weer een nieuw abonnement zetten. En ik weet niet wat al deze gasten aan het doen zijn. En dan voor vandaag hebben we ook een nieuw abonnement die wij op de muur gaan zetten. Blijkbaar hebben Justin en Rob uit 1 november 1920 hebben hun ook een bordje erop gezet. Maar wij gaan ons eigen er ook weer op zetten. Tijn Koemans, 25 oktober. Dankjewel voor het abonneren. Wil jij nou ook op deze muur komen? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te abonneren. En heb je een kleine kans dat je erop komt. Of een hele grote kans. Dat is één van de twee. Maar goed, laat ik eens die voice chat maar aandoen. En al deze jongens hier gaan vergezellen. Ik heb er echt geen zin in eigenlijk. Maar we gaan het doen. Zet ik net mijn voice chat aan, is iedereen weg. We hadden hier ook nog bordjes. Beste Max van Plaks, ik verzoek u om bij het vakantiehuisje te kijken. Bovenop de berg, bij dit huisje, zal een volgend bordje op u wachten. Rick Force. Nou Rick, dan gaan wij dat zo meteen doen. Laten we eerst ons even klaarmaken voor de gevecht. Ons helmpje pakken en alle andere dingen die we bij ons hebben even dumpen. Bloemetje leggen we veilig weg. Helmpje hebben we op. Water heb ik aanwezig. Ik denk dat anderen wel bedden meenemen, want het gaat echt het meest makkelijke gevecht ooit worden, denk ik. Ik neem wat blokken mee om mee te bouwen. Ik neem wat pijlen mee om mee te schieten. En ja, ik durf te wedden dat die Enderdragon echt binnen no time dood is, jongens. Ik heb trouwens mijn shaders ook maar weer eens een keertje uitgedaan. Want ja, sommigen vonden zonder shaders leuker, sommigen vinden met shaders leuker. Dus dan wisselen we lekker af. Nou, daar heb je de losers allemaal op een rijtje, hoor. Daar zijn ze. Nou, jongens, kom heel even in een kringetje eromheen. Welkom. Het is misschien slim dat we niet allemaal tegelijk gaan, maar ik denk dat het wel leuk is als we allemaal tegelijk gaan. Heel grappig. Ik hou mijn Enderpearls gereed. En het lijkt me een leuke opoffering om Jordi als eerste te sturen. Let's go! Oh, we spannen goed! Oké, let's go! We gaan hem speedrunnen. Ja, die kan je hier pakken. We gaan hem speedrunnen, boys! Oké, eerst Enderman skillen. Enderman skillen. Oké, ik heb Enderpearls. Top. Pak hem, boys! Wat een chaos, ouwe. Oh, wacht, ik schiet wel heel leuk op dat ding. Maar eerst moeten die andere dingen stuk. Oké, jongens, voor de coole torens. Wie zit er met zijn hengel? Dat ben jij, hè, Piet? Hey! Hier, die is de stuk. Hallo. Lekker voor je. Ik hoop dat het ding je vermoordt. Mees! 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 Ik heb geslagen. Hebben we al die dingen al? Nee. Pak hem, jongens! Nu kunnen we oprecht pakken. Dood. Sterf! Pak hem, jongens! Pak hem! Hij komt! Slaan! Wie heeft er water geplat? Pak hem, boys! Pak hem! Slaan! Hij gaat dood! Jongens, pijlen helpen niet! Hij is nu dood, ja, klaar. Oh. Hij is niet dood. Oh. Oh, nee, jongens, ik ga dood. Ja! XP! Nee! Hoe is René dood? XP! Ja, ik heb de XP! Ik heb 5 XP, vriend! Ik heb 68 XP! Ik moet even dat ei hebben. Dat ei hebben. Oh, waar staat hij? Oh, dat kan niet. Waar is hij? Waar is hij? Hij is in de portal gevallen. Nee. Rick! Hey, what the fuck? Is hij echt in de portal gevallen? Nee, zijn we het ei kwijt? Stop nou eens, jongen Piet. Hey, free dat ei, ouwe. Hey, ik ga terug, jongens, doei. Jongens, en zo hebben wij Minecraft uitgespeeld. Alsof het niet is. Nee, we skippen hem wel. Nou, dat ei is legit gone. Dat is wel echt heel sneu. Het ei is in de portal gevallen en is weg. Max. Hey. Hij is op de beginpaddenstoel gespand. Daarmee je. In het midden. Nee, kijken. Ja, serieus. Wat?
Wat lijp, hij is op de spawnpoint terechtgekomen. Oh mijn god, dit is echt gewoon dé paddenstoel nu. Wauw. Niemand moet er aan zitten, geen rechter muisknop op dat ding. Wauw. Ja, we kunnen een soort eronder zetten. Ja, klopt. Of gewoon een piston even ernaast. Eén van de twee. Ja, dat kan ook wel, maar... Want anders moeten we de paddenstoel pijn doen. Wacht. Twee. Wacht, daar komt-ie. René, ik heb er eentje van. Klopt dat? Oh, kut. Oh, hij is weg. Nee, wie deed dat? Eat. Is hij weggeslagen? Ja, hij is, ja, hij is hier. Weggeslagen. Hij staat hier, hij staat hier. Wacht. Ja, maar dat is eigenlijk wel op een makkelijkere manier eigenlijk. Hier, wacht, kijk. Dan gaan we, jongens. Toenk. Toenk. Lekker voor je, Anne. Ik was eerder. Ja, mag ik die ook even? Nee, ja. Ja, ik ga hem even in de lava gooien. Wacht, 2 seconden. Wat doen we ermee? Nou, mag ik hem nou gewoon? Ik wil ook dat je hier doet. Ga maar. Oké, jongens, hij is verslagen. Het was best makkelijk zoals verwacht. Ik heb gelijk wat vuurwerk gekocht bij Nathan's winkeltje. En dan gaan we nu zoeken naar de plek, zodat wij een Elytra kunnen krijgen. En ik ga dat samen met René doen, denk ik. Laten we even gelijk wat Enderman skillen. Oh, we kunnen ook nu een Enderman farm bouwen voor Enderpearls. Dat gaat heel chill zijn. En XP. Het is een stukje lopen. Nathan blijkt al de eerste Elytra te hebben. Maar dat weten we niet zeker. Maar volgens mij heeft hij de eerste. Hey, kijk, hier is de eerste End City. Maar die heeft, denk ik, Nathan al geloot. Gok ik. Nou, laten we kijken wat hier allemaal te vinden is. Maar ja, hij is al geloot. Ik denk dat we dit beter kunnen skippen. En gewoon een nieuwe zoeken. Deze is al geloot. Oh, Robin is uit de wereld gevallen. Nee, nee. Hij is al zijn spullen kwijt. Oh, Robin. Dat is al zijn dinges. Al zijn nether shit. End shit. Ik ben benieuwd of hij er ook één gaat vinden. Want die eerste End City, die is helaas al geloot. En het is heel moeilijk om er één te vinden, jongens. Het is echt heel moeilijk om er eentje te vinden. Sky's the limit. Ah, dinges heeft de eerste. Hoe heet die, Nathan? Of course. Ja, End City. We hebben er één. Nee, het is echt zo'n klein poepdingetje weer. Maar chocoboxes. Chocoboxes is ook altijd nice. Die zijn echt top. Dus laten we die vastpakken. Ah, crap. Ik ben naar boven. Nee. Help! Hier hebben we echt niks aan gehad aan deze. Nou, hier vlieg jij maar naar boven. Neem ik de trap wel. Dit was het. Ja, dan zeg ik, deze was echt poep. Deze was echt heel poep. Ja! Oh, een grote met een schip! Ja! Ja! En op, hè, op de mast. Op de mast. Oh, maar deze is perfect. Perfecte landing. De perfecte landing. Ik ga hem claimen. Hij is voor mij. Hij is voor mij. Hij is voor mij. We hebben hem. Sorry dat ik gierig ben. Oh, en goede boot. Hey, dit is goede loot wat hier allemaal in zit, hoor. Zo, efficiency, fortune, unbreaking. Hey, Floor, dit is goede toeje wat we hier hebben. We hebben hem, jongens. We hebben hem. De Elytra. Eindelijk. Wat nice. Ik denk dat Floor inmiddels al hier binnen is. Maar oh my days. Nou, ik ga hier helemaal volgespamd worden. Hey. Hey, je gaat niet deze looten nu, hè, hier. Laten we even deze goede toeje killen. Hey, ik vind het... Nee, joh. Ik ben lekker met Floor bezig. We hebben inmiddels al 10 shulker shells, dus dat schiet al een heel eind op. Dan gaan we weer verder. Oh, nog één. Wat? Dat was echt snel. Hier is gewoon al een schip. Wat de hel? Dat was echt heel snel. Oh my days. Holy shit, hé. Dat was echt heel snel. Maar jongens, met z'n allen. Met z'n allen tegelijk. Hallo. Ik zweer. Oh, dit is zo vervelend. Die trap hier, die haat ik echt. Oh my days, René. Nee. Oh nee. Oh nee. Laten we even de loot pakken. Zo sprong zij ook. Ik snap het. Ja, ik snap ook niet wat er gebeurde. Ze zei, ik heb water en toen sprong ze naar beneden. Oh, ze probeerde het helemaal te hier. René is doodgaan, maar ik heb Nathan mijn Elytra gegeven. En dan komen ze samen weer terug deze kant op vliegen. Anders moet René echt heel ver weer gaan lopen. En heeft ze ook geen zin in wat ik snap. Vang je René? Ja, ik ving je. Nee! 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 Hoe dan? Hoe dan, Floor? Hoe dan? Nee, hoe dan? Hoe kregen ze dat voor elkaar? Hoe kan je die sprong fout doen? Oh, een Enderman. Oh, wat lullig. Heeft zij nou het hoofd? Ze heeft ook je hoofd. Ja, ze had het hoofd. Maar die heeft ze toch in de kist gedaan? Neem aan dat ze die in de Enderchest had gedaan. Mag ik hopen voor haar dat ze die dingen... Had je het niet in de Enderchest gedaan? Oh, die heeft ze in de Enderchest. Dan kan je deze kant op vliegen. Dan kan ze in ieder geval deze kant op vliegen, dat scheelt. Oh, we hebben er één! Ja, is dat een schip? Met een schip. Nou, Nathan is alweer weg. Jezus, wat een unit is dit, ouwe. Hij is ook echt groot. Wie van jullie twee claimt deze? Weet ik niet. Hey, emeralds en diamond horse armor. Auw, help, help! 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 Auw! Ik ben echt al heel lang aan het vliegen. Ik ga zo echt die achievement halen, denk ik. Op deze manier. Op deze manier ga ik die achievement halen. Ja, ik heb hem! Ik heb een achievement. Hier, kom. Oh, dinges heeft hem al, Lorenzo. Heeft Lorenzo hem nou hier geclaimd? Meen je? Oké, dus nu hoeven er nog maar 2. Ik ben hier nu even lekker met René op pad. En we zijn een beetje aan het avonturieren. Ik denk alleen René hoeft er nog eentje. Dan zijn we helemaal prima. Dan zijn we helemaal fijn.
Nee, hoe dan? Hoe dan? Nou, dat is al de derde die dood is. Oh, hoe dan? Full netherite. Hoezo gebeurt dat bij zoveel mensen? Hoe krijgen ze het voor elkaar? Door een enderman. Oh, rip. Hey, Rick heeft hem. Come on, Ant City. We need you. Ja, ja! Met een boot, alsjeblieft. Zeg maar alsjeblieft een boot. Volgens mij niet. Nee, dat maakt me dan wel weer sad. Althans. Ja, ja! Met een bootje! We hebben hem! We hebben hem! Er zit een bootje bij. Oh, my days. Dan kunnen we naar huis. Ga je Elytra fixen. En dan kunnen we hier weg uit het hellhole. Oké, dan hierheen. Oh, oké. Kilo is dit ding. It's time, Rini. Het is tijd. Yoshioke, daar is hij. René, het is zover. Het is zover. De Elytra is voor jou. Pak hem, bemachtig hem. Yay! Zo, nou dan laten we even dit schip hier, de draak even pakken. Eerst even al die... Oh, dat is een Enderman. Daarvoor. Nee. Oh my god, thanks dat je hem killde. Hak hem maar. Komt-ie. Piem. Oké, terug. Ik moet eventjes in je ender chest doen. Ik ga daar met mijn vleugel. We gaan even veilig alles in de ender chest doen, inderdaad, mee eens. Oké, jongens, omdat Anne de enige is die er nu nog een eentje heeft, samen met Justin, vinden wij het wel zo eerlijk om te helpen met zoeken. Dus we gaan nog eventjes door. Ondanks dat René en ik nu eigenlijk klaar zijn, lijkt het ons wel zo eerlijk. Hé, hey, Anne heeft hem ook. Hé, hey, daar is een portal. Oeh, laten we die op zijn minst even daarheen gaan. Oh, we hebben op zijn minst een portal naar huis gevonden. Deze coördinaten ga ik denk ik dan ook opslaan, eventjes. Oh mijn god, we zitten op 3600, bijna 3700. Oh, hij heeft er een. Nice, dan kunnen we terug. Dan gaan we, Rini. Man. Eindelijk. Ja. Eindelijk. Gelijk de portal hier inspringen. En weg hier. Klaar. Oh, ja. Ja, we zijn weer veilig. Oh. Gelijk slapen. Oh my days, hé. Nou, let's go. Back to home. Waar het allemaal veilig is. Nou, jongens. We zijn weer onderweg veilig naar huis. René heeft er één. Anne heeft er één. Justin heeft er één. Iedereen heeft er één. Die nu nog online is in ieder geval. Dus wij kunnen met een gerust hart terug naar huis. Man, wat ga ik alles knuffelen en kussen wat ik tegenkom thuis. Wat is het avontuur in de end ook gewoon niet leuk. Het duurt zo lang allemaal. Oh, het is gewoon echt na. Heb jij mijn ender chest? Nee. Zijn we die vergeten te hakken? No way. Ah joh, dan zijn we één ender chest kwijt. Oh, nee, laat maar. We zijn natuurlijk niet... Kijk, ik heb hier natuurlijk één. Ik was even in de war. Ik denk dat ze alles kwijt. Nee joh. Oké, okay. Elytra, vuurwerk, al mijn spulletjes. Ik ga alles even pakken wat ik pakken kan. Oh mijn god, jongens. Echt waar. Ik ga alle loot even afleveren. Zo, dan gaan we dit allemaal eventjes wegdoen. Dan gaan we met Dragonhead gaan we ook een leuk plekje geven. Dat doen we eventjes voor nu. Doe ik hem, ja waar. Hier doen we de Dragonhead eventjes. Vind ik wel een leuke plek. Brewing stand erbij. Voor de sier. Potion of healing douwen we erin. Hier douwen we ook een potion of healing in. Voor de sier. Kijk, dan heb je een beetje sier. En dan wil ik eigenlijk ook gewoon heel graag eventjes wat eten. Hier, ik heb namelijk gewoon... Ik zit de hele tijd al op chorus fruit. Zit ik gewoon op te chillen. En dat is zo scheid. Dan dit worden gewoon weer mijn standaard items in mijn inventory. Hoppakee. Doen we mijn prachtige bloemetje weer op mijn hoofd. Wat kan het leven ook vredig zijn hier gewoon. Dan is het ook tijd om deze Elytra gelijk te gaan enchanten. En wat gaan we erop zetten? Hier, efficiency? Nee. Oh, hallo Rini. Hallo. Oh. Oh, nice. Oh ja, shulkerboxes. Hele goeie. Daar ga ik ook gelijk kisten van maken. 7. Oh, wat fijn. Shulkerboxes. Man, oh man, oh man. Emeralds. Nou, laten we eventjes mending kopen en unbreaking. Dat zijn de eerste twee. En volgens mij ook de enige twee. Zijn er ook meerdere enchantments naast unbreaking en mending die je op een Elytra kan doen, jongens? Is dat een ding? Mending. Hatsenflats. Nou, kom op. Die hebben we geclaimd. En dan hier is onze Unbreaking Mattie. Unbreaking 3. Boom. Had ze flat. Dan gaan we weer terug naar de Anvil. En dan kunnen we voor het eerst eventjes gaan vliegen. En dan gaan we eventjes over de vallei vliegen, jongens. Dat wil ik al zo lang doen, over de vallei vliegen. Oh my days. Dat is echt gewoon iets wat al te lang is uitgesteld. Unbreaking erop. Mending erop. Met een naam. Vliegje. We noemen hem gewoon vliegje. Laten we vliegen. Wat een fijne wereld. Jongens, we vliegen eindelijk met een Elytra. Oh, wat voelt dit zo een stuk beter dan gewoon lopen overal naartoe. En de portal. Nee, de portal, sorry. Maar ik ga jou niet meer gebruiken als ik nu naar Rick toe moet. Dat gaan we zeker niet doen. Als wij nu ooit naar Rick willen, zijn we dus zo snel. Oh, en dan kom ik hier gewoon aan. Damn. Ik ben hier gewoon zo ontzettend blij mee. Rini, ik heb een rondje gevlogen en ik ben zo satisfied. Weet je hoe snel ik bij Rick ben nu? Weet je hoe snel ik overal heen kan? Ik ben zo ontzettend blij. Ga je wel met me meevliegen? Ja, ik kom zo. Kom, dan gaan we vliegend terrein. Yeah! Wat nice! Ja, wat leuk, hè? Eindelijk een keertje. Vliegend van boven. Oh, maar deze... Gaat zo nog dood. Dan meen je. Oh, mijn god. Echt waar. Nou, laat ik even René de spulletjes in de shulkerbox doen.
Theon, wat ga je achterlaten? Zulke box met diamantjes en dingetjes. Oh, nice. Dan zou ik het gewoon hier op het plein doen, dat is misschien wel leuk. Gewoon in het midden. Leuk cadeautje achterlaten voor de goede spirit. Ik heb al een sign. Damn, je geeft er ook wel echt een big reward gewoon. Holy crap. Omdat ze dood is gegaan natuurlijk. Damn. Kijk, ik heb er ook een leuk bordje bij gedaan. Sorry voor de dood gaan, Rini en Max. Wie zijn er nog meer dood gegaan? Rick ook. Zullen we ook bij Rick een cadeautje achterlaten? Ja, ik heb allemaal goede dingen. Dan moet jij maar wat mee. Dan neem ik wel wat mee. Dat komt goed. Hoppakee. En dan komt een cadeautje hier. Zo. Diamond zo. Emeralds erin. Potion erbij. Vuurwerkjes erbij. En dan doen wij... Even denken. Wat doen we erbij? Is wel leuk, toch? Je krijgt ook deze pickaxe met fortune en zo erbij. Banner erbij. Leuk cadeautje voor dingen. En laten we er ook gewoon eentje voor Robin achter. Want die is ook dood gegaan. Deze is voor Robin. Maar hadden we trouwens geen sign achtergelaten bij Rick. Nou, hij weet. Op een gegeven moment komt hij erachter dat hij van ons komt. Wat diamonds. Zo, emeralds, vuurwerkjes achterlaten. Die pickaxe wil ik erbij doen, zo. En een potion doen we erbij, zo. Nou, hebben we dat leuk achtergelaten, dus krijgen we ook gelijk een shulkerbox erbij. Dan heb ik zelf nog maar 5 shulkerboxen, maar vind ik niet erg. Ik zet hier wel even dinges bij voor Robin. Omdat Robin dood is, gaan dat Justin het niet claimt. Nou, dan gaan we weer terug. Nou, cadeautjes zijn afgeleverd. Diamonds zijn ingeleverd. Alle andere dingen zijn ook ingeleverd. De shulkerboxen doe ik voor nu eventjes hier, omdat ik nog niet weet wat ik er precies mee wil doen. Wat ik wel weet, jongens, is... dat ik even deze signs ga volgen naar het vakantiehuisje bovenop de berg. Nou, daar heb ik net trouwens mijn dingen kwijt gedaan. Die wil ik wel weer even pakken. De vuurwerkjes. Want we gaan natuurlijk nu niet meer de berg oplopen, hè. We hebben nu Elytra waarmee we de berg op kunnen. En daar staat een nieuwe sign. En het komt vanaf Rick. Kijk rechts uit het raam. Render distance op 20. Oh my days. Damn, Rick. What the hell? Wow. Mijn render distance stond hoger dan 20. Maar damn. Wat is dit dan voor lijp iets? Wat is dit voor lijp iets, ouwe? Een zieke school hier? Oh, damn. Man. Oké, jongens. Er staat hier dus een heel lijp iets. Een soort schedel of zo. Damn. Laten we kijken. Ergens in deze kamer zit een knop verstopt. Je mag deze kamer pas betreden bij de 2000 likes op deze video. Met een round Mount Rigmore. Natuurlijk. Oké, jongens. Ik zie de knop wel al zitten daar. Maar Rick zegt dus... Dit vind ik wel leuk dat Rick dit doet. Dus dankjewel. Even shout-out naar Rick voor dit. Rick zegt dat pas op deze knop gedrukt mag worden... als deze video 2000 likes haalt. Dus kijk je nou nog steeds deze video? Like hem dan zeker even. Want dan kunnen wij door naar de volgende kamer. Ik wil heel graag op die knop klikken. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind Rick's concept leuk. Ik vind het heel leuk. Oké, Rick. Sure. We gaan deze kamer pas betreden, jongens. Bij de 2000 likes. Maar damn, wat een lijpschedeltje. Holy crap. Laten we teruggaan. Ik vind het echt heel leuk. Die gaan we inderdaad pas betreden zodra het mag. En dat is echt pas bij 2000 likes. Dus jongens, wil jij nou heel graag de kamer zien? En ben jij nou benieuwd wat daar binnen zit? Ik namelijk ook. En dat is serieus, niet. Het is niet alsof ik weet wat er al zit. Of weet ik van wat dat jullie denken. Ah, leuk Max. Je weet natuurlijk al lang wat er zit. Nee, ik weet echt nog niet wat daar zit. Maar voor nu ga ik deze video ook afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan spreek ik jullie later. Glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. En tot de volgende keer. Doei.